Capoeira is een Braziliaanse vechtsport of gevechtskunst. Capoeira is een soort van vecht en dans en muziek erbij en cultuur en gevoel. Het is afwisselend, er zit heel veel in en een sport voor iedereen eigenlijk. Het komt uit Brazilië, zoals ik zei. Het is ontstaan bij de slaven die uit Afrika gehaald waren. De muziek is heel belangrijk in capoeira, omdat tijdens de slaven in Brazil, de slaven heeft zoveel muziek gebruikt om de vechten te camoufleren. Dus door die dansbewegingen en de muziek verberg je eigenlijk dat je jezelf traint om, om te kunnen vechten. Dus voor de slaven was het om uiteindelijk te kunnen vechten tegen de onderdrukkers, de slavenhouders en zo de vrijheid te bevechten. Een van de key features van capoeira is het onvoorspelbare. Daarom ook die dans. Je maakt bewegingen, je beweegt en je weet niet wat er komt. Dus dat is eigenlijk de kern. Het is onverwacht, het is muzikaal, ritmisch en je krijgt er ontzettend veel energie uit. Wij zijn drie vrienden, meester Paulinho Sabiá, meester Bonek en ik. Wij hebben een groep capoeira opgericht in 1989. Met het doel om een clean, technische capoeira te ontwikkelen. Die niet alleen op het versportelement ingaat, maar ook echt op het technische aspect. Voor mij is capoeira echt een tijd lang echt een grote verslaving geweest. Het is voor mij echt een afreageren van de dag. Ik speel capoeira omdat ik hou van capoeira. Capoeira is mijn leven. Je geest focust zich gewoon op iets heel anders. Het is gewoon even gedachten verzetten en echt alleen maar geconcentreerd bezig zijn met het spelletje. Ik zou iedereen willen uitnodigen. Kom gewoon een keer kijken bij ons in de les. We geven echt les door heel Nederland. We hebben verschillende leraren. En ga een keer kijken, want het is gewoon iets wat je niet kent. En vervolgens als je ook nog een spelletje ziet en je ziet die beweging waarvan je nooit verwacht dat je die zelf kan maken. Dat je na een paar lessen wel kan. Ja. Dat is echt zo'n overwinning op jezelf en dat is echt heel mooi om mee te maken.